Goeiedag, daar zijn we weer met een hele bijzondere vraag. Die vraagsteller heeft voor mij opgesomd hoe het is met de verdeling van de verschillende godsdiensten over de wereldbevolking. Ik ga er maar vanuit dat hij het een beetje goed heeft weergegeven. Er zijn 2,4 miljard christenen, 1,8 miljard moslims, 1,1 miljoen hindoes, 500 miljoen boeddhisten, 104 miljoen shintoïsten, 25 miljoen Sikhisme, de Sikhs. Oh, interessant. Dan heeft u nog eens het jodendom er nog niet eens bij gehaald. Ik geloof dat dat iets van 15 miljoen is of zo. En nu komt de vraag. Welke van deze zes is het ware geloof? En als u daar een van die zes aanwijst, moet je dan aannemen dat al die anderen van die andere vijf verloren gaan. Dat is wel een heel drastische vraag. Hè? Laat ik om te beginnen die getallen een beetje relativeren. 2,4 miljard, volgens mij is het al, laat maar daar niet over twisten, maar ik zal u een voorbeeld geven. Als je kijkt op een kaart waar al die godsdiensten aangegeven zijn, laten we zeggen, het christendom is blauw, dan ziet u heel Scandinavië is blauw. Wat betekent dat? Dat zijn christelijke landen. Wat betekent dat? Dat betekent dat bijna alle mensen daar in Zweden en Denemarken en Noorwegen lid zijn van de Lutherse kerk. Wat betekent in de praktijk? Niks. 2% van die mensen komt vrij regelmatig in de kerk. Dus hoeveel christenen zijn er? Ik heb geen flauw idee, maar heel wat minder dan die 2,4 miljard. Maar in feite is dat met moslims net zo. Alle Turken zijn moslims, alle mensen in Iran zijn moslims. Allemaal verschillende, Soenieten en Shiiten. Maar hoeveel mensen zou je daar tegenkomen die werkelijk, oprecht de godheid dienen zoals zij die in hun godsdienst hebben leren kennen? Hoeveel vrome moslims zijn er? En dat bedoel ik niet wettisch, maar mensen die werkelijk Allah lief hebben en proberen te dienen met al hun vermogen dat in hen is. En die exact diezelfde vraag kun je stellen over christenen. Diezelfde vraag kun je stellen over joden, die staan niet eens in dit rijtje. En het geldt ook voor hindoes, boeddhisten enzovoort. Een heleboel mensen zijn een van deze godsdiensten aanhangers, alleen maar omdat ze dat van huis uit zo hebben meegekregen, of omdat ze in een land wonen dat christelijk heet of moslim heet. Hoeveel van deze mensen zijn serieus met de dingen bezig? Dat is punt 1. Daar kom ik straks, als ik het niet vergeet, op terug. Nou, die vraag, welk is het ware geloof? Dat is een foute vraag. Het gaat niet of je het ware geloof hebt, maar of je de juiste persoon kent. Ik ken een bekende theoloog, hij is een paar jaar jonger dan ik, maar hij is ook al een oude man intussen, Tom Wright, N.T. Wright, Engelse theoloog, die veel geschreven heeft. En die heeft ergens ooit geschreven, 1/3 van mijn theologie is fout, alleen ik weet niet welk derde deel. Oh, dat vind ik een heerlijke zin. En dat is zo belangrijk voor elke theoloog. Als je het heet over het ware geloof, houd toch op, man. Hoeveel elementen van jou, en dat zeg ik dus ook van mezelf, niet om hem nou na te praten, maar hoeveel van die elementen kloppen nou werkelijk bijbels? Je doet je best. Maar heb je nou het ware geloof te pakken? Bedoel je daar dan mee een soort geloofsbelijdenis die tot in de puntjes klopt? Ik ken geen enkele geloofsbelijdenis die naar mijn bescheiden mening tot in de puntjes klopt. Zelfs, ik noem maar wel eens een Niceaans christen, een christen gebaseerd op Niceaanse geloofsbelijdenis, dan heb ik tenminste contact met katholieke gelovigen en met reformatorische gelovigen. Maar ik heb daar wel een theoloog een paar kanttekeningen bij, hoor. En ik heb een heleboel kanttekeningen bij de formulieren van eenigheid. Want het zijn allemaal menselijke producten die allemaal aanvechtbaar zijn. Er zitten allemaal elementen in waar je of radicaal mee oneens bent, terwijl je daarom nog best een christen kan zijn. Want een christen is in de eerste plaats niet iemand die het goede geloof heeft, maar de juiste persoon heeft leren kennen. En dat is wel heel erg belangrijk. Want behoudenis is alleen maar in ene naam gegeven, zegt Handelingen 4 vers 12. In die ene mens, Christus Jezus. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Ik heb het wel eens vaker verteld, ik hoop niet dat u het ooit gehoord hebt, maar anders hoort u het nou voor de tweede keer. En dat is een orthodoxe rabbijn, met wie ik heel goed contact had, die tegen mij zei, als ik nou niet geloof in Jezus, ga ik dan voor eeuwig verloren?
Zodat ik, als ik nou zeg ja, en ik vrees dat er heel wat zeer orthodoxe christenen zijn die dat meteen zouden zeggen, dan is die vriendschap ook voorbij. Maar ik wil ook niet slijmen, dus eromheen kletsen om die vriendschap intact te houden. Ik zei vertellen wat ik zei. En ik denk dat een stukje genade was dat ik het zo zei, want ik sta er nog steeds helemaal achter. En ik ben blij dat het me zo gegeven werd op dat moment te zeggen. Ik zei, luister, de Bijbel, met name in Romeinen 2, moet u zelf maar eens nalezen, die spreekt over mensen die nooit van het evangelie van de Heer Jezus gehoord hebben. Maar, nou kom ik terug op wat ik in het begin zei, die wel oprecht God zoeken. En dan maakt het me niet uit of dat nou Joden of moslims of hindoes of boeddhisten of weet ik wat zijn. Die oprecht God zoeken of iets zoeken dat voor hen God is of wat ook. Maar die weten van hun eigen geringheid, wij zouden dat Bijbels zondigheid noemen, en van de grootheid van de macht tegenover wie ze staan, en waar ze niet juist ontzag en huiver voor hebben, die ze zoeken te dienen met alles wat in hen is, naar het inzicht dat zij hebben. En Paulus zegt daarvan in Romeinen 2, mensen die zo oprecht God zoeken, die schenkt hij het eeuwige leven. Dat zei ik ook tegen mijn Joodse vriend, maar ik zei er wat bij. Want anders is het een beetje een goedkoop antwoord. Ik zei erbij, maar, ik zeg, je moet accepteren van mij dat ik een christen ben, maar uiteindelijk kunnen zulke mensen ook alleen maar behouden worden op grond van het werk van Christus. Alleen, dat werk kennen ze niet. Ze kennen Christus niet. Of ze hebben wel eens van hem gehoord. Ze weten van Christus alleen maar wat de Koran over hem zegt bijvoorbeeld. Of ze denken dat Christus een van die 600 goden is waar de hindoes het over hebben. Ze kennen hem niet. Ze weten dus ook niet van zijn werk dat hij heeft volbracht. Maar als ze behouden worden, omdat God hun hart aanziet, dan is dat op grond van het werk van Christus. Ik zeg, en dat is nog een tweede ding. Niemand doet dat vanuit zichzelf. Want anders krijgen we meteen weer belletjes van bevindelijk gereformeerde mensen. Die zeggen, het moet je uit genade geschonken worden. En hebben ze nog gelijk aan ook. Dus als iemand oprecht God zoekt, is dat het werk van de Heilige Geest in zo iemand. Dus dat zijn de twee voorwaarden die ik erbij noem. Uiteindelijk kun je behouden worden alleen maar door Christus. Maar je kunt ook misschien wel behouden worden als je Christus nooit gehoord hebt. Als je niet van hem weet. Dat is Gods genade. En als je God oprecht zoekt, kan het alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Zodat uiteindelijk toch alles uit God is. Nou, deze rabbijn die stond op en die omhelsde mij. Toen dacht ik, oké, gelukkig. Goede antwoord gegeven. Heel belangrijk. En daar sta ik nog steeds achter. Ik ben geen exclusivist. Dat zijn de mensen die zeggen dat je het evangelie moet geloven en dan bij voorkeur het evangelie zoals zij het uitleggen, anders kun je niet behouden worden. Zo simpel zit het niet in elkaar. Daarom ben ik heel dankbaar voor wat Paulus daar zegt in Romeinen 2. God is een oprecht, is iemand die oprecht genade bewijst aan iemand die hem oprecht zoekt. De Bijbel zegt zelfs meermalen, en dat zijn natuurlijk nou mensen die wel iets van de Bijbel weten, anders kunnen ze die boodschap helemaal niet horen. Zoekt mij, en als ik mij laat vinden, zoek mij oprecht. Zoek de Heer als hij te vinden is. En die mensen weer hard naar het. Ik denk dat ik wel eens zulke moslims ben tegengekomen. Dus het zijn niet meeloopmoslims, zoals je ook miljoenen meeloopchristenen hebt. En je hebt ook miljoenen, nou, dat laten we iets bescheidener zijn, heel veel meeloopjoden. Dat zijn mensen die zijn wel religieus, maar het heeft alleen maar te maken met uiterlijke vormen. Ik kan niet in de harten kijken, maar waar ik het nu over heb, dat is die categorie van mensen die God oprecht zoeken naar het licht dat zij hebben. Er zijn gevallen bekend uit de geschiedenis van de zending, waar zendelingen kwamen in een gebied waar de mensen volkomen voorbereid leken. Ze namen het evangelie ook onmiddellijk aan. En de uitleg die deze zendelingen gaven was, ongeveer zoals ik dat nu ook uiteengezet heb. Die mensen waren al kant en klaar, want ze zochten God al lang. En de Heilige Geest was al lang met ze bezig. Ze waren er helemaal klaar voor. Ze moesten alleen nog van Jezus horen. En toen ze van hem hoorden, toen viel het meteen in goede aarde. Want ze wisten, dit is waar we al die tijd naar gezocht hebben. Dat zijn wel heel bijzondere, mooie voorbeelden. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden kunnen worden. En zelfs een Jood zal moeten erkennen dat uiteindelijk de hele wereldgeschiedenis tot haar ontknoping komt in de persoon van de Messias.
We zijn het met hen niet eens, helaas, over wie die Messias is. Althans, met verreweg de meeste Joden. Maar het beginsel blijft hetzelfde. De rabbijn zei tegen mij ooit... Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. We geloven allebei in de Bijbel. Hij bedoelde alleen het Oude Testament, maar daar heb ik niet over gezeurd. En we geloven ook allebei in de God van de Bijbel. Ik zei, ja, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zei, we kijken allebei uit naar de Messias. Zijn gezicht betrok even, want hij dacht, oh, begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister goed wat ik zeg. We kijken allebei uit naar de Messias, die zal komen met de wolken des hemels. En die zal terugkeren naar Jeruzalem en zal zitten op de troon van zijn vader David. En dan zal het vrede en gerechtigheid in deze wereld zijn. En jij en ik kijken vurig uit naar die komst. En hij klaarde op en hij zei, ja, dat hebben we ook met elkaar gemeen. Dat is geweldig. En ik denk dat we dan misschien wel verbaasd zullen zijn over hoeveel christelijke meelopers, om maar te zwijgen van moslim meelopers en hindoe meelopers, hoeveel christen meelopers buiten de boot zullen vallen. Omdat het nooit hier binnen geland is. En hoeveel mensen uit wat voor culturen en godsdiensten dan ook, God weet het, die hem oprecht gezocht hebben, in en door de Heer Jezus, aan de genade van God deel zullen krijgen. En daar verheug ik mij zeer op. Mijn vader zei altijd, ik kan me niet voorstellen dat de buit van Satan uiteindelijk groter zal zijn dan de buit van God. Nou is dat menselijk voorstellingsvermogen. Maar stiekem heb ik altijd gehoopt dat hij gelijk had. Dat de buit van God, dus het aantal dat uiteindelijk behouden zal worden, groter zal zijn dan het aantal dat verloren gaat. Ik weet het niet. Het feit dat ik me op mijn vader beroep is geen doorslaggevend bewijs. Maar ik vind het wel een hele mooie gedachte. Het geloof gaat niet om een verklaring, een lijst van dogma's. Het geloof gaat om een persoon. En het is door die persoon dat we de behoudenis moeten vinden. Nou, vraag stellen. Ik hoop dat u een beetje tevreden bent over wat ik u heb geprobeerd duidelijk te maken. Als u of een ander nog een vraag hebt, stel die gerust aan vragenapenstaartje Groeien in Geloof. U kunt ook op die site abonneren, dat kunt u nu zien in beeld. Volgende keer zit Dato Steenhuis weer een vraag te beantwoorden en daarna mag ik weer proberen dat te doen. Tot dan.